Dit is Misha. Um, ja, doet onder andere heel veel voor OpenBSD hier in Nederland. Um, ik zou zeggen, Misha. Nou, hey, Goeie introductie, lekker kort. Maar fijn dat jullie hier zijn en niet bij zaken. Ik zou zelf ook bij zaken zitten hoor, maar dat is maar goed. Anyway. Um, ik ga het hebben over OpenBSD Amsterdam. Um, dus eigenlijk over de OpenBSD Hypervisor, hoe we daarmee begonnen zijn. Wat we daarmee hebben gedaan. Ik zeg wel we, maar eigenlijk ik. Doet hem eentje. Um, klein beetje over mij, dat je weet wie je voor je hebt. Ben ooit begonnen, net zoals Shura, bij Access Roll. Heel lang geleden. Uh, de stekker gaat er nu goed uit, dat is jammer. Uh, en, en sinds 1998 uh, werk ik bij verschillende Amerikaanse, Israëlische vendoren. Uh, ook ik kom helaas niet, dat ik toch naar de cloud moet. Maar goed, anyway. Uh, in 1998 ben ik begonnen met, uh, met FreeBSD, nadat iemand tegen mij zei van ach, die, dat Linux spul, dat moet je gewoon achterwege houden. Kijk naar FreeBSD, was Alex Le Heu, dankjewel. Uh, en ik ben in 99 begonnen om co-location <coughs> co co en hosting te doen. En Dat is een beetje uit, uit noodzaak ontstaan, want ik had zoiets van, nou, ik wil eigen hardware ergens ophangen, gaan we met uh, drie mensen of met vier mensen een kast huren bij AccessFroll, helemaal fantastisch tot dat uh, Twee voor twaalf, iemand zei: Nee, ik doe toch niet mee. Dus ik moest een kwart van zo'n zo kast gaan vullen. Nou ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Op, uh, in de hoogtijdagen had ik iets van acht kasten. Tegenwoordig uh, zes. Dus nou ja, het is allemaal nog een beetje hobbybobby, maar het begint wel een beetje serieus te worden. Um, maar voordat ik uh, begin, <coughs> hoe zit het met jullie? Wie draait OpenBSD? Ja. Oh, kijk, uh, Hans, kom op nou. Vooruit. Nou ja. run, run BSD. Oké, okay, vooruit. Um, wie gebruikt er VMM VMD, de hypervisor van OpenBSD? Kan nu best wel. Het is best oké. Okay. Het is echt best oké. Okay. Als je Windows wil draaien, jammer, je kan een beetje Linux draaien, maar goed. Anyway. Wie heeft er een VM bij OpenBSD Amsterdam? Nou, dan moeten we daar nog wat aan doen, maar dat komt wel goed. Um, anyway. Dat is waar. Ja, Fred, 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 Fred. Fred, dankjewel dat je er niet bent. Sorry, maar goed. Uh, maar goed, uh, hoe ik hiermee ben begonnen. Ik, ik was altijd wel op zoek naar een manier van virtualiseren. Ik heb heel lang Jails gebruikt, gebruik nog steeds Jails, vind ik fantastisch. Dat mis ik ook echt wel op OpenBSD, buiten ZFS, andere discussie. Uh, maar Jails, zeker in de manier waarop dat is geïmplementeerd, uh, uh, hoe, hoe Docker en Kubernetes en dat soort dingen, gewoon Jails, klaar. Uh, ik, ik ben ook op een gegeven moment overgestapt naar, naar Beehive, uh, helemaal in het begin. Ik heb ook een mirror gedraaid, heel lang. Uh, werd mij iets te complex, dat doet gewoon pijn in mijn hoofd. Uh, totdat een of andere developer kwam ik op EuroBSD tegen, die zat uh, in de zaal gewoon uh, dik te kloppen, Mike Larkin, en die was bezig met een hypervisor op OpenBSD. Nou, heel lang was dat gewoon echt een beetje. Ja, het doet het, het werkt niet echt, maar. Zo langzamerhand werd dat gewoon steeds beter. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil. Iets doen daarmee. Ik wil sowieso iets met, met OpenBSD doen. Uh, ik heb, ik heb Rackspace open, over. Ik heb hardware over. Ik heb IP space over. Wordt steeds minder trouwens. Uh, en ik wil altijd iets met een domein met BSD. Nou, tot Amsterdam kwam voorbij. Dan heb ik OpenBSD Amsterdam of geregistreerd. Maar ja, wat ga je daar dan mee doen? Um, toen ben ik wel gaan kijken van nou, hoe stabiel is VMM, VMD nou, laten we dat gewoon eens proberen. En ik wilde ook een manier, want ik kan, ja, ik kan scripten, ik kan niet echt coderen, uh, Maar hoe kan ik dan toch teruggeven aan de community voor alle dingen die ik daarmee kan doen. Dus ik vond dat wel een mooie combinatie. Uh, en ook nog van ja, hoe ver kunnen we nou dat, dat hele hypervisor of OpenBSD, hoe ver kunnen we dat nou, uh, nou trekken? Dus een beetje in die hoedanigheid, met die gedachte, uh, ben ik ongeveer in 2008, in de zomer van 2008, uh, ben ik 2018, sorry, 2018, ben ik daarmee begonnen. <coughs> en gewoon eens eventjes, hoever uh, lukt dat? Um, waar het allemaal begonnen is, is natuurlijk wel in Amsterdam. Want ja, anders dan vind ik niet dat je tot Amsterdam mag registreren, maar goed. Um, in het Access for All KPN datacenter. Um, begonnen met, een, een, met r 16s gewoon tweedehands gekocht. Aan mijn Foundry switches uh, gehangen, die aan mijn Foundry router hingen toen nog. Uh, ik heb ook ooit, ooit nog bij, bij Foundry gewerkt. Hartstikke mooi spul, Ge, wil niet stuk gaan. Um, dus daar is het een beetje, beetje begonnen. <kliek> en ik had zoiets van: nou, ik heb hardware over, je kan de, de specs eronder zien. 8, 8 gigram, daar kan je niet zo heel veel mee. Maar dat was de eerste machine waar ik dacht: van, nou, laten we daar gewoon eens wat mee doen. Ik heb aan een aantal mensen heb ik gewoon een VM gegeven. Gewoon een OpenBSD-VM op OpenBSD. Van nou, ga er maar mee spelen. Um, en toch ook een beetje verder denken van ja. Wat willen mensen daar nou voor betalen? Want je kan wel naar uh, Cloud VPS en naar TransIP naar Vulter en DigitalOcean en dan kom, krijg je nou, net zoals een mobiele uh, uh, abonnement. Het is allemaal niet te vergelijken, want bij de een krijg je iets meer CPU, een ander meer memory, een ander meer disk. Maar de gemene deler, wat ik een beetje uit die pol wilde halen, van nou, hoeveel ben je nou bereid te betalen voor dit? Dus je krijgt V4, V6, 512 MB en 50 gig disk op HDD. Geen SSD, HDD. Nou, dan kwam dit uit. En daar heb ik toen maar 5 euro van gemaakt, want onder de 5 euro vond ik dat dan toch weer net te weinig. Zeker ook omdat ik wilde doneren aan de OpenBSD, community OpenBSD Foundation. Dus er moet nog wel een beetje geld overblijven. Um, dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben, uh, uh, ik heb een, een. Initieel konden mensen een uh, VM boeken via Twitter. Nou, dat was een heel slecht idee. Uh, dus dat heb ik daarna maar eventjes wat, wat anders aangepast. kan je ook zo nog wel zien. Um, en toen heb ik met name gewoon een machine vrijgemaakt. Van nou, ik wil dat echt eventjes gaan uitrollen in plaats van 16 VM of 10 VM op 8 gig. Uh, dus ik had een, uh, toen vond ik best wel een beefy machine met 32 gig geheugen. Um, en die heb ik toen opgetuigd, opgehangen en uh, announced. Van nou, uh, kom maar. Binnen no time zat die eerste machine propvol. Initieel dacht ik van nou, daar kunnen we makkelijk 50 VM's opdraaien? Dat hebben we toen maar even teruggeschroefd naar 40. Want dan kom je toch tegen bepaalde beperkingen aan. Uh, Disk IO uh, voornamelijk. Uh, uh, OpenBSD is natuurlijk niet de beste als het gaat om system. Uh, dus dat was wel een beetje, beetje jammer. Maar dit was de eerste officiële uh, machine van OpenBSD Amsterdam. En daarna volgde ook snel de eerste donatie. Dus wat ik doe is. Elke maand <coughs> zijn er renewals, zijn er nieuwe VM's. Uh, per, VM, per nieuwe VM haal ik daar uh, uh, 10 euro uh, voor vrij. Voor elke renewal haal ik 15 euro vrij per VM. En dat doneer ik elke maand aan de OpenBSD Foundation. Uh, zodat ze hackathons kunnen doen, uh, nieuwe hardware kopen, uh, whatever. Uh, dus dit was de eerste uh, donatie. Dat was al best wel beefy, vond ik. Uh, geen idee. ...waar dit naartoe zou leiden. Want als je kijkt waar we nu zijn... ...dit is de laatste donatie die ik afgelopen maand heb gedaan. Nou, dat was 610 euro. Uh, heeft er ook voor gezorgd dat we al drie jaar lang... ...een bronze sponsor zijn van de OpenBSD Foundation. De um, nou, laatste donatie was 610 uh, in het eerste jaar, dus een half jaar wat we, wat we, zijn, wat we toen hebben gedaan, hebben we 1800 euro uh, gedoneerd. Uh, tweede jaar 3500 euro. Als je dat omrekent naar Canadian dollar, ziet dat er veel mooier uit. Dan kom je ook makkelijk boven de 5000 dollar uit. Uh, dus dit is al boven de 5000 dollar. In 2020 werd het al significant. Uh, en nu zitten we al op bijna 5000 euro. We hebben nog twee maanden te gaan. Uh, ik denk dat we net niet de sponsor gaan halen, dus ik hoop dat dat volgend jaar gaat lukken. Uh, maar zo onderhand <coughs> hebben we zo'n 16.000 uh, gedoneerd aan de OpenBSD Foundation. Um, we hebben 13 hosts en ik zal zo direct ook vertellen wat dat dan nu is, uh, want dat zijn geen R16's meer, gelukkig. Um, en we hebben zo'n 495 vm's nu actief draaien. Er zitten ook sponsor vm's tussen uh, voor studenten, leuke projectjes. Uh, SecBSD bijvoorbeeld heeft een, een sponsor vm. Uh, nog wat andere mensen, uh, Rijk uh, voor de mensen die hem kennen, een, een van de originele OpenBSD developers van onder andere VMM, VMD uh, heeft er een. Ook om zo een beetje van ja, ga het maar gebruiken en kijken wat je vindt en ga dat dan ook maar fixen. Dat is een beetje het idee wat daarachter zit, voor mij in ieder geval. <coughs> maar wat krijg je daar dan voor? Um, krijg je, ik ben begonnen met opinionated VMs, dat vond ik wel een hele leuke, want je krijgt gewoon een open-based DVM op OpenBSD, geen Linux, geen Windows, open-based DVM op OpenBSD. Um, en daar had ik eerst nog een, een, een specifieke spin op hetgeen wat we installeerden, dus je krijgt een bepaalde hoeveelheid sets. Uh, voor de mensen die OpenBSD kennen, je kan een aantal sets installeren en dan heb je X en, 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 en Source en, en weet ik veel. Nou, daar had ik een keuze voor je gemaakt. Als je dat opnieuw wilde doen, prima, geen enkel probleem. Uh, maar in principe kreeg je een beperkt aantal sets totdat uh, uh, ze met SysUpgrade upgrade kwamen en dat dat eigenlijk een beetje out the window ging. Dus nu kreeg je gewoon een OpenBSD, op, OpenBSD VM op OpenBSD. Uh, we zijn ooit begonnen met 512. Uh, meg aan, aan RAM. Dat hebben we nu helemaal opgekrikt naar 1 gig. Uh, door, door alle hardware-donaties die we hebben gekregen, is dat gewoon mogelijk. Uh, dus dat is uh, hartstikke tof. Qua disks, uh, dat blijft nog wel 50 gig. Je kan upgraden naar, naar 100 gig. Je kan ook upgraden naar, naar 2 gig geheugen of 4 gig of 8 wat je, wat je wil. Uh, daar krijg je ook een IPv4-adres EPV, voor. Je krijgt ook IPv6. Uh, daaraan. En de host voor, voor alle VM's is altijd de gateway. Of dat nou V4 is of V6 is. Daar zijn we ook op de harde manier achter gekomen dat we dat wilden doen. Uh, maar ja, ook DNS-resolution re doen we op de, op de VM zelf. Daar hebben we ook weer gezeur mee gehad. Je komt er zo, uh, zo achter. Um, hoe ziet dan uh, de setup eruit? Wat we proberen te doen, is eigenlijk alles wat in base zit te gebruiken. En zoveel mogelijk uit base te halen. En voor de mensen die OpenBSD niet kennen, binnen OpenBSD Base, dus de Base-installatie, zit eigenlijk alles al wat je nodig hebt. Als het gaat om routing, om switching, uh, uh, webserver, mailserver, al dat soort dingen. Dus er zijn maar heel weinig dingen die je eigenlijk hoeft te installeren om een up-and-running systeem te krijgen. Uh, nou, dat ziet er dan ongeveer uit als uh, zo'n lijstje. Ja, ik gebruik nog Perl, want dat snap ik tenminste. Uh, sorry. Uh, natuurlijk VMM VMD. Uh, uh, Deze PD zit ook standaard in, uh, in Base. Uh, we gebruiken de auto-installer. Zal ik ook wel even vertellen waarom we dat hebben gedaan. Er is nog een mooie file, dat heet SiteXX. Dus uh, versienummer, zodat je ook dingen weer extra kan installeren of configureren. Uh, we gebruiken de standaard HTTP daemon van, uh, van OpenBSD die in base zit. Uh, we gebruiken SensorsD om de disks onder andere in de gaten te houden. Dus als er een van de disks fehlt, dan krijg ik gewoon een mailtje. Uh, uh, DoS is de, 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 de rewrite van, van sudo op, uh, op OpenBSD. En uh, VI. Sorry. VI. Um, Perl is eigenlijk een beetje de, de engine als het gaat om ja, het configureren en het, en, het, en het deployen van een VM. Dus wat we met Perl doen is we maken de vm.conf, dus de, de definitie waar alle VM's worden uh, geconfigureerd. Uh, uh, we genereren dcpd.conf, zodat het VM ook een IPv4-adres krijgt. Uh, en DNS en, en dat soort dingen. We genereren ook per VM een. Install file, dus uh, welke user, welke SSH uh, key, uh, al dat soort dingen nemen we daarmee. Je krijgt ook echt een verse install. Je krijgt niet een uh, kopie van een base install, je krijgt echt een verse install. Uh, vond ik een goed idee. Ook andere uitdagingen, maar goed. Uh, uh, Doas.com wordt gegenereerd, dus een beetje de sudo, zodat je als uh, Mortal op een uh, systeem ook je eigen VM kan uh, uh, kan, kan restarten, kan killen wanneer hij het uh, niet meer doet. Ook de user maken we, elke user krijgt gewoon toegang tot de host waarop die draait, waarop de VM draait, zodat je de console kan overnemen, kan herstarten, eventueel een nieuwe installatie doen, uh, dat soort dingen. En natuurlijk ook het, het image wordt gemaakt vanuit, uh, vanuit Perl. Nou, ik ga even gewoon door wat configuratiefiles heen hoor. Ik. Uh, ik skip hier een beetje doorheen. Maar <coughs> mochten er trouwens vragen zijn, uh, schroom niet. Ik vind het niet erg om, uh, om uh, onderbroken te worden. Um, de vm.conf maken we. Nou, bovenin staat de definitie van hoe komt die vm nou naar buiten. Dus er wordt een, 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 een uplink, een switch geconfigureerd. Uh, daar hangt tegenwoordig een, een uh, 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 virtual uh, bridge, ethernet bridge, hangt daar achter. F daarvoor was het bridge. Daar zijn ze ook uh, druk mee aan de slag geweest. En dan daadwerkelijk de VM-configuratie. Dus wie is de eigenaar, hoeveel memory, waar staat de disk, welke disk, uh, interface. En ik genereer ook statisch een Mac-adres. Want dat Mac-adres neem ik dan weer mee in de DCP-config. Zodat de uh, VM ook een daadwerkelijk V4-adres krijgt en elke keer hetzelfde. Wat we hebben gedaan met V6. Want ja. DCP-v6 snap ik gewoon nog steeds niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Dus je krijgt gewoon een fixed IP-adres die ik in de configuratie zet uh, tijdens de installatie. En ik zet hem hier wel in de configuratie-file met, uh, met een hash ervoor, dat ik ook weet van nou, welk V6 hoort bij welk, uh, bij welk VM? Heb ik alles op één plek. Uh, en tijdens een installatie staat faalnemen op auto-install, dus dat de VM weet: van, oh, ik moet op zoek naar een file. Um, en wanneer de installatie klaar is, verander ik dit naar auto-upgrade. Uh, dat wanneer je op een of andere manier een auto-upgrade wil doen, tegenwoordig hoeft dat niet meer, maar dat je gewoon met een druk op de knop een upgrade kon doen van je, van je VM. Um, daarnaast maak ik, wat ik al zei, de auto-install file, nou, dat gebeurt ook op MAC-adres. Uh, dus die heb ik ook daarvoor nodig. En daar wordt eigenlijk gewoon gedefinieerd uh, uh, alle vragen die de, die de OpenBSD installer je stelt. als het gaat om het installeren van de... Nou, niet alleen de VM, maar gewoon het OS op hardware, software, whatever. Uh, dus wat ik doe, is: uh, uh, je kan me een, een, een systeennaam meegeven, die stop ik daarin. Uh, V6-adres, wat ik al zei, wordt statisch gedaan. Uh, username, SSH-key. Want ja. Die wil toch ook bij je VM kunnen komen zonder dat ik je een password stuur over de lijn. Um, welke sets ik installeer, dus ik gaf al aan dat de, de Site XX, uh, die gebruik ik. Uh, laat ik zo zien. Um, en een van de dingen die je moet doen omdat je uh, Site XX gebruikt, dat is natuurlijk een file die niet gesigned is. Dus de OpenBSD installer heeft zoiets van. Hmm, wat is dit? Moet je nog even twee keer ja zeggen dat je die echt wil installeren. Anders wordt die niet geïnstalleerd. Um, wat doen we dan in de, in de SiteXX? Dus eigenlijk configuratie die je, een configuratiefile die je kan gebruiken om dingen te doen tijdens de installatie of tijdens een upgrade. Dus in dit geval geef ik aan nou, de, de install URL van alle pakketjes, alle uh, systemen die je op dat moment gaat doen. Ga, gaat naar een mirror, uh, OpenBSD Amsterdam. Uh, we hebben een hele selectieve mirror, alleen maar voor AMD. Uh, niet voor alle andere platformen. Um, we geven ook aan van nou, zet de sound daemon, zet die maar uit. In de VM heb je die niet echt nodig. Kan je altijd weer aanzetten. En een van de dingen waar we achter zijn gekomen is. Uh, uh, laat de file TTY's met rust. Uh, want wat er wel eens wilde gebeuren tijdens een installatie. en, en MerchMaster uh, wordt dan uh, gedraaid. mensen doen dan gewoon. ja, ja, ja. Nou, installeren alle nieuwe files. werd de TTY's overschreven zodat je niet meer bij de console kon komen. Nou, dat is gewoon een beetje onhandig. Uh, dus we hebben die gewoon standaard in een, in een sysmerge uh, uh, ignore file gezet. En hiervoor hadden we ook nog wat dingen aangaande uh, de clock settings. Maar je kan ook packages installeren. Uh, uh, bedenk het maar. Maar dit is eigenlijk al voor de laatste drie, vier releases dat we deze uh, file op deze manier uh, gebruiken. Wat we ook doen met SiteXX. En dat is eigenlijk gekomen toen de mail demon van OpenBSD extreem geoond werd. Uh, op het moment dat je m had, uh, kreeg je gewoon rootrechten door een bepaald mailtje te sturen. Dat was echt fantastisch. Dus toen zei, uh, zei Job van, ja, maar ik wil niet een release install van het VM. Ik wil gewoon dat je alle upgrades ook meteen doet. Dus alle syspatches meteen installeert, zodat dat soort dingen, dat je niet een VM hebt draaien die vulnerable is, Totdat iemand denkt van nou laat ik eens even upgraden, want ja, we zijn allemaal lui, we hebben... life happens, dus dat doe je pas later. Of niet, of dat je erachter komt van oh shit, ik moet nu mijn VM opnieuw installeren, want hij is geowned. Dus wat we doen is eigenlijk uh, tijdens die uh, installatie en de first boot, gaan we al gewoon alle syspatches installeren uh, die er op dat moment zijn. Dus tijdens een release en de eerste twee weken zijn er geen syspatches, dus dan is het heel snel. En dan daarna komen gewoon de, de errata's en de syspatches, die rollen binnen. En die worden dan ook automatisch geïnstalleerd voordat we de daadwerkelijke VM opleveren. Om ervoor te zorgen dat het in ieder geval alle obvious dingen die je had kunnen voorkomen, die we dan kunnen voorkomen. Um, Zoals ik al zei, we gebruiken ook HTTPD. En dat is met name om de installatie te faciliteren. Dus de, die installconf, uh, of die installfile die we gebruiken voor de auto-installer, die wordt op de machine zelf gezet. Uh, dat schermen we ook af. Daar zijn we ook door schade en schande wijs van geworden. Dus dat is de enige. Uh, Instances die erbij komen, is eigenlijk een, een device met het IP-adres van de host zelf. Dus vanuit buiten kom je gewoon niet bij die files. Want als je, ik heb alle configuratie, alle, alle, alle. Uh, Perl scripts publiceer ik, dus je kan ook best wel de achterkant van nou, hoe zit dat dan en hoe werkt dat dan? En dan ga je gewoon net zo lang uh, proberen totdat je erachter komt van hé, hey, welke, welke VM wordt er nu geïnstalleerd met welke Mac-adres? Oh, dat is het IP-adres, let's go! Uh, dus dat hebben we ook afgeschermd, maar daar gebruiken we gewoon de standaard http daemon voor. En dit is uh, soort of de, de configuratie, heel veel ingewikkelder is het niet. Uh, de hardware een beetje in de gaten houden, zeker als het gaat om disks, vond ik wel belangrijk. Uh, wat we doen, is, dus we hebben twee bootdisks in een, in een RAID 1 en we hebben twee datadisks in een RAID 1. Dus wanneer de 1 uitvalt, wil ik daar wel van graag uh, op de hoogte gesteld worden. Daar heeft OpenBSD ook een heel mooie tool voor, dat is SensorsD. Um, en dan kan je gewoon aangeven, nou ja, check de disk, dit is het commando, er zijn nog wat parameters, heb ik ook gespecificeerd. Dus als de machine ook boot, krijg ik van, van alle hosts krijg ik gewoon een mailtje met uh, RAID 1, oké, okay, die disk, RAID 1, oké, okay, die disk. Tijdens het boeten en het upgraden zijn dat best veel mailtjes, maar liever zo dan niet. Um, en dat kan je ook gewoon helemaal aanpassen. Um, dat is een beetje de, de, de configuratie. Hoe gaat dan het deployen van een, uh, van een VM? <tiek> Wat we doen is we hebben verschillende hosts en die hosts opereren eigenlijk allemaal individueel als, als, als eigen entiteit. Dus we hebben niet een centrale management tooling. Uh, uh, wel soort of ik gebruik shell met, met, met rsync en ssh, dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we de boel centraal managen. Uh, maar wat we doen is eigenlijk per host aangeven wat de configuratie is van die host, dus welk ip-blok, uh, uh, even kijken hoor, de, de locaties van, van, van alle files, uh, dus, dus e-mail templates, vms, configuratie, de, de dcp-config die ik heb. Die ik nodig heb, dus wat is je router, wat is je DNS. Um, al dat soort dingen staat gewoon in een, in een tekstfaaltje op de host. Um, en die is uniek per host. Dus ja, natuurlijk, gewoon de, 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 de IP-space is al uniek. De hostnaam, al dat soort dingen wordt uit die configuratiefile gehaald. En dat gebruikt mijn Perlscript dan om de juiste configuratie maar steeds te blijven genereren. Um, de manier waarop we Waarop de, de flow werkt is, ja, we, wat ik al zei, in het begin gebruik je, je Twitter. Was niet zo handig, uh, want er zijn ook mensen die niet op Twitter zitten. Heel raar. Uh, maar daar hebben we snel hebben we daar een formuliertje van gemaakt op de, op de website. Daar komt een e-mailtje uit in, een, in eigenlijk al de juiste formaat. Uh, dat heb ik nog niet geautomatiseerd, omdat er toch nog wel mensen uh, tikfouten maken of net uh, bepaalde waardes in een veldje proppen, wat niet de bedoeling is. Dus om die hele input sanity check te doen, dat, meh, komt nog wel een keer. Dus ik doe dat gewoon, krijg een mailtje binnen en die knip en plak ik naar een file specifiek voor een VM op een bepaalde host. Dus als je. Uh, ik kijk ook van. Nou, waar heb ik de meeste plek? Waar is het uh, het minst druk? Uh, en dan ga ik daar gewoon een, een, een VM uh, deployen. Dus dat kan server 9 zijn, VM 32, dat soort dingen. Uh, wat ik dan doe, is dan draai ik mijn deploy.pl. Uh, dan wordt. Uh, DSPD-configuratiefile uh, wordt, wordt aangepast, die wordt gerestart. Uh, de VMD-configuratiefile wordt aangemaakt, wordt gereload. En dan het proces van de, de VM wordt, wordt gestart. In het begin. Had ik dat nog niet geautomatiseerd? Ook al hadden we een auto-install-file, uh, de console kwam op en dan moest ik nog even op A drukken: om te zeggen: ga een auto-install doen. Nou, na 405 en nee, iets minder. Na 200 VM's werd dat wel een beetje gedoe en gewoon wachten en nou, oké okay, ja nu en dan weer wachten tot die klaar was en dan nog wat andere dingen doen. Um, maar uiteindelijk na de installatie krijgt de gebruiker gewoon een e-mail met hey welkom, dit zijn je IP adressen, dit is v4, dit is v6, uh, dit is de host waar je op zit. Ik draai SSH op een uh, non-standard port want noise, uh, dus gebruik gewoon uh, deze port als je naar de host gaat. Uh, dat soort dingen. Um, Formulier, dit is uh, de recente screenshot van het formulier. Dus uh, alles wat we nodig hebben om ook zo'n VM te deployen. Met name je naam, e-mailadres en SSH-key. De rest is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Uh, hostname, als je dat leuk vindt. Uh, en op een gegeven moment kregen we ook heel erg veel spam. Uh, dus we hebben een beetje een kapje zelf in elkaar ge, 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 geharkt. En die is, ja, die is eigenlijk altijd hetzelfde: want ik had geen zin om Google, dankjewel Shura, daarvoor te gebruiken. Uh, dus we hebben gewoon zelf even wat in, in PP uh, gefrot. Uh, maar goed, dan komt er ongeveer zo'n mailtje uit. Dus de datum, ook wel handig. Uh, we willen graag weten wanneer die start, zodat we ook een renewal kunnen doen. Ehm. Um, uh, payment, subscription en donated zijn altijd leeg. Op het moment dat iemand heeft betaald, dan zetten we payment op betaald. Um, als iemand via PayPal zegt van ik wil een uh, subscription doen, dan zetten we daar ja. Dan krijg je een ander type mailtje in plaats van we willen geld. Dan krijg je een mailtje met we krijgen al geld. Um, ook of voor deze VM al gedoneerd is, dus dat houden we ook bij. Um, zo elke uh, nieuwe VM. En ook renewal kijken we dan van hé, hey, er moet zoveel gedoneerd worden elke maand, uh, elke maand weer. En natuurlijk je naam, je e-mailadres, je SSH key, hostname, uh, username. Daar hadden we eerst ook nog een, een, een verschil tussen, maar daar hebben we nu gelijk getrokken. En dan waar je voor hebt gekozen. Dus hoeveel memory, of je een extra disk wil of een grote disk. Uh, het formaat. Zijn we nu gestandardiseerd op QCOW 2. Dat was eerst een raw image. En dan kreeg je gewoon 50 gig hier. En QCOW groeit gelukkig een beetje mee. Dus dat is ook wel fijn. Ook als het verhuisd moet worden. Daar heb ik zo direct nog wat over. Um, nou, wat deploy dan doet. Wat ik al aangaf. Er worden faalse uh, gegenereerd. En dan het hele proces. Er worden dingen gerestart. En dan A. Ah. Nou, dat werd op een gegeven moment echt wel saai. Dus dat hebben we geautomatiseerd met Tickle. En expect. Expect um, Dus wat we doen is: we starten eigenlijk die uh, we, 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 we connecten naar de console. De VM wordt gestart. En dan kijkt gewoon het script met wanneer moet ik op A drukken? Wanneer moet ik op A drukken? En dan drukt hij op A. En dat zit. En dat hebben we natuurlijk ook een beetje om een, in, in, in een ander scriptje uh, uh, nog weer uh, gestopt. Dus alle stappen die ik moet doen. Het tikkelschrift komt zo direct. Alle stappen die ik moet doen, dus het, het restarten van, van deze PD, het reloaden van VMM, um, en dan het expect-scriptje starten. En dat kan ook wel eens fout gaan, dus daar moeten we ook nog weer rekening mee houden. Um, en wat we dan daarna als laatste doen, is wat ik al zei: uh, ik krijg succes op de console, uh, de gebruiker krijgt een mailtje, en ik krijg een notification via pushover, wat ook wel handig is ook wanneer het fout gaat, zodat ik dan weet, van, oh ja, ik moet het even restarten. Gebeurt steeds minder trouwens. Um, en dit is het, uh, het, het tikkelscript. Dus het enige wat hij doet is, die kijkt van, nou, kan ik al op A drukken? En zijn er dingen waar het fout gaat? En dan backt hij ook out, verwijdert hij uh, tenminste dat doen dan het, het andere deel van het script. Dan verwijdert hij de, de image en dan kan ik gewoon het proces weer op clean opnieuw, uh, opnieuw starten. Maar waren natuurlijk in het begin zeker een aantal dingen waar je denkt van oké, okay, hoe zat dat nou? Dus wat zijn er door het, nou, bijna drie jaar. Nee, drie jaar uh, uh, wat, wat zijn er een aantal dingen die we hebben gevonden? Een van de dingen was, zeker in het begin, het, het is natuurlijk gebouwd als een ontwikkelingstool voor de ontwikkelaar zelf. Dus als ontwikkelaar spin je gewoon een nieuwe VM, ga je dingen testen. Uh, je je tert hem weer down, je spint weer een nieuwe. Dus het hele idee multi-user zat er initieel niet in. Um, dus wat er wel vrij snel tijdens die kon, zaten we met een aantal mensen bij elkaar. En toen begon ik van ja, maar ik wil wel graag dat mensen hun eigen VM kunnen beheren, op de console kunnen connecten. Restarten zou wel handig zijn, dat ze niet steeds mee hoeven te melden: nee, mijn VM doet het niet. Dat soort dingen. Um, dus dat werd al vrij snel opgepakt door, door Rijk, wat ik al zei, een van de ontwikkelaars. Zodat je als, als Mortal op een, uh, op een host gewoon kon zeggen: van nou, jij bent nu de eigenaar. Je mag een aantal dingen niet, maar wat je wel mag, is connecten met de console, uitzetten, aanzetten. Dat was al heel erg handig, zodat mensen ook zelf, zeker in het begin toen er nog geen SysPatch en SysUpgrade waren, dus als je zelf upgrades wilde draaien en dat niet via SSH wil doen, snap ik, uh, wat het dan net even wat makkelijker maakt, omdat je gewoon op de console kon, uh, kon connecten. Andere ding wat we zagen is, een VM leunt enorm op een tapinterface en standaard zijn er maar vier. Uh, en als je naar nummer 5 spint, dan krijg je een hele rare melding met iets kan niet, maar het heeft niks met het tapinterface te maken, maar hij kan gewoon niet starten. Dus wat we standaard doen is even een, een, een voorloopje en gewoon we, we, we maken nog weer uh, 46 uh, tapinterfaces uh, maken we aan. Dan zijn we altijd uh, voorlopig uh, voldoende. Ander ding wat ook wel interessant was, is ik heb natuurlijk wel het SSH-key van iemand, maar hoe geeft iemand root toegang tot die VM? Dus een van de dingen die ik toen heb bedacht, van ja, je hebt natuurlijk commentaarvelden in, in je SSH-key en tijdens de installatie kan ik die SSH-key erin proppen en dan zet ik gewoon cleartext daar het wachtwoord achter. Um, nou, dat genereren we met, met Jot, een soort SEC, um, met wat, uh, wat karakters en zo'n zo uh, uniek wachtwoord, dat zetten we dan ook voor de gebruiker, voor de root en plakken we als commentaar achter je SSH-key in Authorized Keys. Nou, dat vond Rijk ook een heel goed idee. Die heeft dat uh, shamelessly stolen uh, uh, door ook in, in andere soorten cloud-omgevingen uh, VM's uh, te spinnen. Ander ding waar we nog wel naar hebben zitten kijken is om, om dan dues daarvoor te gebruiken en dan zonder wachtwoord. Maar ja, ik vond dit een iets elegantere oplossing. Plus, je kan natuurlijk gewoon knippen, ver, ver, uh, veranderen, want dat is ook een wachtwoord wat je niet onthoudt. En dan ben je ook meteen klaar. Dat is eigenlijk ook een beetje de gedachte erachter. Van dan word je een beetje geforceerd om, om het wachtwoord ook daadwerkelijk te veranderen. En standaard staat root access met SSH naar een VM of naar sowieso naar OpenBSD staat standaard uh, uit. Ander ding wat interessant was, is hoe stoppen we die boel? Uh, uh, daar heb ik, in het begin heb ik daar een, een, een nogal rudimentaire uh, voorloop voor bedacht. Van, ja, je wilt toch upgraden en je wilt netjes alle VM's uh, downbrengen. Uh, tegenwoordig zit, zit AW all wait, dus dan wacht, wacht het proces net zo lang totdat alle VM's zijn gestopt. Duurt een beetje lang met 40 VM's, dus uh, wat, wat ik heb gedaan is een iets uh, fancier scriptje geschreven. Die kijkt naar op wat voor machine draai ik, hoeveel cores zijn er beschikbaar. En ik ga een VM stoppen per core, en dan wacht ik een aantal uh, seconden, en dan pak ik de volgende blok en het volgende blok. Um, en dat, dat werkt erg goed. De uh, uh, shutdowns zijn, zijn voornamelijk uh, clean. Er zit eigenlijk geen, geen, geen dirty shutdown, of dat je een FS-check moet doen wanneer de bol weer gaat starten. Uh, ook wel fijn. Um, en starten doen we ongeveer hetzelfde, we wachten alleen wat langer. Het duurt wat langer voordat een, een, een VM volledig is, is gesetteld, zeg maar, dus dat de CPU-load weer een beetje normaal is. Uh, want wat wel eens wil gebeuren, is dat wanneer er te veel VM's worden gestart, een VM net niet genoeg hertz krijgt van de, van de klok en daardoor extreem voorloopt als hij te veel krijgt, of extreem achterloopt. Dus dan blijf je maar je VM herstarten. Uiteindelijk komt het wel goed, hoor. Maar dat is een van de dingen die nog wel uh, vervelend was. Uh, maar ja, dat uh, doen we met de uh, shell. Shell en Perl. Um, ander ding, wil je uh, uh, VMM draaien in een layer 2 netwerk, schroef dan je, je ARP table een beetje op. Die staat standaard op uh, 50, geloof ik. Ja, dat is de default die daar staat. Um, wij zijn begonnen in een layer 2 netwerk. Dat vonden we een goed idee, want dat scheelt weer IP-adressen. Dus we hadden op een gegeven moment vijf hosts met 40 VM's per host in een slash 24 zitten. Nou, dan krijg je gewoon hele andere problemen. Maar ja, dit was wel een van de eerste waar we tegenaan liepen. Omdat dan, ja, je hebt niet genoeg uh, um, uh, ruimte in je ARP-table om alle MAC-adressen van je VM's en andere devices daarin te proppen. Dus, dus VM's verdwenen, heel vervelend. Dus doe het in een routed setup. Dat is een beetje mijn, uh, mijn advies. Um, wat zie je als, als gebruiker? Nou, er zijn een aantal dingen die nog niet echt gefixt zijn. Eén daarvan is, je, je ziet een vrij hoge CPU interrupt in je VM. Um, Dan krijg ik één keer in het kwartaal altijd wel een mailtje van, uh, ja, ik doe helemaal niks, maar dat ding staat gewoon op 98%, 95% interrupt. Dit is echt een, een accounting dingetje, dat is niet zo. Uh, er staat een link hier naar de uitleg van Mike Larkin, de ontwikkelaar van VMM. Uh, staat niet echt hoog op de agenda als het gaat om te fixen. Uh, maar ja, goed. Het is wel iets wat je denkt, van, hey, wat, wat is hier aan de hand? Ander ding wat we zeker in het begin zagen: voor wat voor reden dan ook. Het is een beetje weggeappt. Maar een, dit is een van de dingen die in het begin heel erg vervelend was, is dat ja, je VM op een gegeven moment verdween. Niet alleen maar door de ARP ARPtable, eh, maar ook in een router setup connectivity was ineens verdwenen. En dan connecte je naar de console en dan deed je een ping en dan was alles weer goed. Um, soms wilden we het ook wel eens ervoor zorgen, of nou niet specifiek dat, maar dat de VM ook dood was. Dus dan kwam je op de console en dan helemaal niks. Um, dus wat ik toen heb gedaan is eigenlijk uh, uh, Doeas uh, misbruikt dat je gewoon een, een, een pay-kill commando kon geven. Want een VM control stop, werkte dan ook gewoon niet. Dan bleef hij helemaal hangen. Uh, dus had, iets sterkere motivatie was er nodig om dan te zeggen, nou, VM killen die handel. <tie> Goede dingen hebben we ook gezien door de loop van de tijd. Uh, met elke release. Wordt VMM-VMD echt beter? Uh, er zitten nu twee, drie ontwikkelaars, uh, wanneer ze zin hebben, wordt eraan aan gesleuteld. Uh, uh, niet alleen maar door de, door de hoofdontwikkelaar, maar er zijn nog twee, twee andere mensen die af en toe uh, denken: van nou, dit ga ik oplossen. Uh, dus bijvoorbeeld de unresponsive VM waar ik het net over had, dat is er eigenlijk al niet eens meer. Uh, clock issue is er eigenlijk niet eens meer. Connectivity wil heel af en toe nog wel eens uh, de kop opsteken. Maar ja, daar heb ik dan een mooie cronregel voor. Met de uh, ping om de vijf minuten naar buiten drie keer en dan is het ook weer klaar. Maar ja, dat zijn wel dingen waar je uiteindelijk gewoon vanaf wil. Maar dit, dit werkt. Het is echt wel een mooi platform aan het worden. Automation blijft nog een beetje lastig. Er is geen API, de andere kant ook maar weer fijn. Uh, maar ja, dan moet je wel dus met dingen als Tickle en Expecten aan de slag. Maar wat hebben we nog meer gedaan? Uh, in, in de drie jaar dat we zijn uh, gestart zijn we natuurlijk met, met oude hardware uh, begonnen. Uh, nou, dat wat, was een beetje uh, R16's uh, die, die we tweedehands kochten met, uh, met verschillende CPU's en memory. en Maar net het budget wat we hadden, wat, wat uit de vorige maand kwam, daar kochten we dan weer een nieuwe, een nieuwe machine voor. En zo heeft het project zichzelf eigenlijk een beetje bekostigd. Totdat Cloud VPS zei van nou, we hebben nog wel wat hardware over hier. Dus die hebben echt een stapel hardware gegeven. Dankjewel daarvoor. Uh, daar krijgen ze ook nog steeds bitterballen voor, trouwens. Uh, dus we zijn gemigreerd van, van R610 uh, R6 naar R620. Uh, 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 heb ik wel zelf nog een, uh, een, een, een iets betere reedkaart ingestopt. Uh, die dingen kwamen met 384 gigabyte geheugen. Ja, dat is een zonde. Dus dat hebben we eruit gehaald. Geen idee waarom, want het ligt nu op de plank. Maar goed, anyway. 128 voor 40 VM's is. Prima. Um, maar, dat betekent wel dat we moesten verhuizen van oude hardware naar nieuwe hardware. Dat hebben we per VM gedaan. Uh, want natuurlijk ga je eerst dingen proberen en dan denk je van, nou ik trek die disks eruit van een R610, die, die duw ik in een R620. Dat gaat soms goed, soms niet. En als het niet goed gaat, is dat heel vervelend. Dus zouden ze dus, oké. Okay, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon per VM de boel verhuizen van R610 naar R620. Daar zijn we uh, op zaterdag uh, april mee begonnen. Uh, mijn vrouw vond dat niet leuk. Uh, daar ben ik echt wel serieus druk mee geweest, twee maanden om vier, vier 400 VM's te verhuizen. Uh, en wat ik merkte, en dat is hetzelfde een beetje met renewals, is je hebt mensen die daar bovenop zitten. Uh, dat is gelukkig het grootste deel. Denk van ja, doe maar, let's go, wanneer kan je? En dan heb je een beetje zo de mensen die denken van ja, na een week ga ik eens reageren. En dan de mensen die nooit reageren. En dat zijn gelukkig heel weinig mensen. Maar dat is echt zo'n zo golvenbeweging met alles, denk ik. Uh, maar ook hier was dat het geval. Dus op een gegeven moment kreeg ik mailtjes van mensen met hé, hey, ik kan niet meer bij mijn VM. Dat klopt. Want je IPv4 en je IPv6 is veranderd, want je zit nu op een andere host. We zijn naar een routed-omgeving gegaan. Uh, dus je zit nu op een, op een compleet andere, andere setup. Dus in de tussentijd zijn we ook door deze verhuizing van r 610 switch naar r 620 router gegaan. En in de tussentijd zijn we ook van de oude bridge, de oude uh, 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 V-Ethernet, naar de nieuwe bridge en de nieuwe V-port gegaan. Um, maar dat was best wel een, uh, een klus. Uh, toen de laatste VM was verhuisd, had ik echt gezien: van he, he, eindelijk. Hebben we wel een scriptje voor geschreven? Want op een gegeven moment word je dat ook wel een beetje beu om alles uh, in te tikken. Nou, daar hebben we geleund op AirSync, R SSH, DuoS en pushover. Uh, dus na elke succesvolle move en of conversie, want we zijn ook meteen van Raw naar QCoW gegaan, kreeg ik gewoon een berichtje met: hé, hey, dit is nu gedaan, uh, de VM is verhuisd, je kan hem uh, aansteken. Ik heb wel handmatig alle VM's aangestoken om te, keken, om te kijken of alles goed was. Uh, en alle scriptjes kan je ook vinden in mijn uh, in Git. Uh, maar was ook wel weer een, een leuk project. Daarna zijn we fysiek verhuisd. Want we hebben natuurlijk allemaal het drama XFRO meegekregen. Uh, KPN kreeg het op zijn heupen, we trekken de stekker eruit. Dus dat, daar zijn we ook maanden mee bezig geweest om dat voor te bereiden. Uh, we, volgens mij heb ik 15 jaar lang, uh, misschien wel langer zelfs, in het XFRO DC2 datacenter gehangen. Uh, en dan verhuizen is gewoon lang in denial gezeten ook. van ja, Ik wil niet. Maar ik ben blij dat ik het toch heb gedaan. Want ik weet niet of jullie het gisteren hebben meegekregen. Gisteren was er een didelse attack op KPN of XFRO. Niemand weet het. Maar uh, DC2 lag gewoon twee uur lang uit. De uplink gaat er nog wel naartoe. Maar goed, dat moet je veranderen. Uh, maar wat we hebben gedaan is. Uh, alle hardware weer ingepakt, in mooie Roll transportkisten uh, gestopt. We zijn naar Watergraafsmeer meer gereden, uh, uh, naar het, uh, het nieuwe datacenter. Uh, uh, alles op karretjes en een uur later hing het in de kast. Um, waar we mee zijn begonnen was, was service her en der waar ik plek had in de reks. En nu hangt alles gewoon netjes bij elkaar, verschillende feeds. Um, zodat het ook wat makkelijker uh, service is. Dus we zijn, even kijken hoor, uh, uh, om 7 uur zijn we, sorry, 8 uur lokale tijd, 7 uur, nee, wacht even, UTC, whatever. 7 uur UTC zijn we uh, begonnen uh, en de laatste VM die, die start ongeveer om, om half 9 UTC. Uh, en dat was uitzetten, inpakken, naar de bus lopen, in de bus laden, er naartoe rijden, uit de bus halen, op de car zetten, in de rekken hangen, aansluiten en gaan. Uh, en dat vond ik toch wel weer even uh, een, een, mooie, een mooie actie. Heb ik niet alleen gedaan, heeft echt wel iemand geholpen. Uh, maar we zijn ongeveer om, om kwart voor zijn we het datacenter verlaten en hebben nog even wat uh, gegeten. Um, waar is het nu? Nog steeds in Amsterdam. Uh, we hangen nu in de Digital Realty Amsterdam Data Tower. Uh, van een r 620 gaan we nu naar een Arista-infrastructuur. Uh, ik heb meteen alle oude Foundry eruit getrokken. En uh, ja, dat was wel, uh, was wel nodig. Een diepte investering voor mij, maar wel de moeite waard. Um, voor degene die arresten niet kennen, waar de machines aan hangen, dat zijn 10 gig koper -switches. Dus we hebben ook nog de mogelijkheid om eigenlijk alle hosts uit te breiden met 10 gig en dat dan met 10 gig uh, aan, het, uh, aan de infrastructuur te knopen. We uh, hebben 40 gig uplink poorten. Uh, de switch waar dat dan weer naartoe gaat, is gewoon een 32, uh, 32 poort 40 gig switch. Uh, en de bedoeling waar ik uiteindelijk naartoe wil, is gewoon 80 gig die kant op en 80 gig die kant op. Is het nodig? Nee, omdat het kan. Dat is de enige reden, want ja, er, gaat, er komt echt niet meer dan 10 MB per, per host komt hier, komt hier uit. Maar goed. En wat wij ook hebben gedaan is, uh, wat ik al zei, we hebben een routed setup. Dus we hebben een slash 26 nu per host. Um, en er zijn nu zo'n zo 4 slash 24 die we, die we hebben over de, over de hosting. We hebben al wel een hoop... Hoe zeg je dat? Warm stand-by staan. Dus de 13 hosts die we nu hebben, er staan er nog drie onder die ik gewoon meteen kan aansteken en, uh, en uitrollen. En zo langzaam komen we ook wel, uh, wel vol te raken. moet nog wel eventjes uh, de thank you slide. I'd like to thank the Academy en al deze mensen, want zonder hun was dit gewoon niet, uh, niet gelukt. Een van de, van de uh, uh, meest indrukwekkende commits was van, van Ori Bernstein. Uh, die heeft geloof ik in vier commits QCOW 2 toegevoegd. Aan, aan, de, aan, de, aan de tree voor, uh, voor VM Day. Nou, dat zijn best wel impressive dingen. Zeker dat er gewoon 500 VM's opdraaien zonder enige problemen. Uh, plus nog een hele hoop andere dingen. <kijkt> maar dit is een beetje een lijstje van, uh, van mensen die door de, door de jaren heen, uur of aangewerkt hebben, of me geholpen hebben, of er nog steeds mee, uh, mee bezig zijn. Um, hey, minder, langer dan 15 minuten. En nog tijd over, dus. Maar dankjewel, dit zijn nog even uh, alle links, ik heb ze ook nog uh, zonder. Ik zal de slides delen uh, via mijn eigen website, via en nu ook, ja oké, okay, top. Dus je kan gewoon klikken, je hoeft niet op te schrijven of foto's te maken, maar mag wel. Dankjewel. Vragen? Um, je uh, 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 had een, een, een V6-adres, uh, statisch uh, uh, per VM. Ja. Heb je dat nu ook, uh, uh, een subnet per VM? Je krijgt een slash 64. En okay. wat, wat, je, wat ik kan doen, en dat hebben een aantal mensen, die hebben dan zoiets van: ja, ik wil meer, ik wil WireGuard, ik wil leuke dingen doen, dan route ik er gewoon een slash uh, 56 naartoe, geloof ik. Uh, dus dat kan ook. Ja. Ja. En dat vind ik in mijn hoofd ook weer makkelijker... dan als je dat in, je, in het blokje gaat doen... en dat dan weer moet gaan uitsplitsen... en uh, gewoon uh, clean eroverheen. Ja, wat ik ook wel grappig vond was... Dat, uh, want je geeft dan statisch een V6-adres weg... maar uh, V4, dat doe je dan met DSP? Omdat het kan. <laughs> <In of lacht> maar nee, maar het, ik ben het met je eens. Om, maar ik heb echt gekeken van... oké, okay, hoe, hoe ga ik dit op een, op een manier doen... dat het reproduceerbaar is? En, en de manier waarop... Uh, OpenBees die werkt, die, die pakt dan gewoon een, een uh, hoe noemen we dat ook alweer, wat je dan assigned, Nou ja, gewoon een subnet. En dan gaat hij daar zelf wel bedenken welk IP-adres hij pakt. En het liefst nog ook uh, eens in de zoveel tijd verversen. Dus dan kan ik nooit zeggen, hey, dit is je V6-adres waar je naartoe kan connecten. En dat is ook, uh, heeft me eigenlijk doen besluiten om, ja, DCP, V6, ik wil er best nog eens een keer naar kijken als iemand goede tips heeft. Maar hij zit niet in base, dat vind ik ook al wel jammer. Uh, is wel iemand mee bezig? Maar langetermijnproject. Uh, maar dat zou wel uh, liever hoor, absoluut. Want wat er wel eens gebeurt, is het gaan mensen. Uh, in het begin zette ik het V6-adres niet in je mailtje. Dom. Gaan mensen opnieuw een installatie doen en dan. Ja, V6 doet het niet. Ja, ik heb alles al geprobeerd. Wat is mijn V6-adres? Oh ja. Ja, die had je even moeten opschrijven. Maar hier is het nu in een mailtje. Uh, ja. want, want dat gebeurt nog wel eens, dat mensen dan er maar vanuit gaan, want dat werkt thuis ook zo. Uh, dat ze dan ook maar v, V6 via DCP krijgen, maar ja. Helaas. Uh, je draait die veermetjes op losse machines. Ja. En je hebt wel reed, zag ik. Dat is hartstikke mooi. Wat gebeurt er als de machine uitvikt? Heb je er iets voor bedacht? Eigen backup eerst. Oké, okay, dus gewoon geen. Want je hebt natuurlijk geen ZFS. dus je kan nee. geen mooie centrisief. Nee. Uh, doen. nee, ik ben al wel na, na aandringen van andere mensen, Job. Uh, om een backup dienst uh, uh, neer te zetten en, en uh, om gewoon uh, twee bakken daar neer en dat dan weer te airsinken, maar dat je gewoon een uh, backup naar de een of naar de ander. Maar ik ben nog even aan het kijken op welke manier. Betaald, weinig disk space. Uh, er zijn natuurlijk genoeg manieren om het te backuppen, wat niet heel veel geld kost. Je hebt uh, Tarsnap, uh, dat soort dingen. Uh, maar daar zit ik wel naar te kijken, absoluut. Nog nooit een machine een stuk gegaan. Heel nee, goed. gewoon vervangen voordat het stuk gaat. Ja, ja heel goed. Ja. <laughs> Dat is wel altijd mijn motto geweest. Ook met switches en hardware. Gewoon vervangen voordat het stuk dreigt te gaan. <laughs> Hi, I'll, uh, I'll ask in English. Is it uh, an association that you have? Or is it business? Is it community? And do you have a community manager? And do you want one? <laughs> Depends how much. Uh, 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 Goede vraag. Uh, wat ik heb gedaan, ik heb een, een, uh, uh, door de colocation en hosting die ik heb gedaan, heb ik een eigen bedrijf, High Five, uit de hand gelopen hobby. Uh, ik heb een handelsnaam daaronder geregistreerd, dus ik kan wel handelen als OpenBSD Amsterdam. Het is een commercieel bedrijf, uh, maar de bedoeling is om gewoon zoveel mogelijk te, te doneren als, uh, als mogelijk. Dus uh, ik, heb, uh, ik, uh, ik heb nooit echt de berekening gemaakt of het uit kan. Het is meer zo vaak. Ik heb Rackspace, power, IP space. Uh, ik denk als ik echt eerlijk ben dat het niet uit kan. Maar ja, dat is dan maar jammer. Het is, het is wel echt de bedoeling om, om de community te helpen. En ik heb geen community manager. <laughs> Probeer ik altijd nog een beetje zelf te doen. Maar kunnen we overkletsen? Nog een laatste vraag. Hoe houd je je service in de gaten? Uh, voordat je ze moet vervangen? Gebruikers zijn daar fantastisch voor. Ja, ja ik, ik ben wat dat betreft altijd wel, wel, uh, wel makkelijk. Ik heb uh, uptime robot heb ik draaien. Naar alle hosts. Ook naar wat, wat, wat key services. Dns, mail, web, dat soort dingen. Uh, maar ja. Daar krijg ik een, een, een melding van wanneer dan de machine niet te pingen is. Maar dat wil niet zeggen wat er aan de hand is. Uh, maar wat dat betreft, en heb ik eigenlijk altijd gedaan, ook hosting en, en de co-location die ik doe. Een gebruiker is toch het beste mechanisme. Huh, doet het niet. Oh, oké. Okay. Soms reactief, soms kom ik er ook wel snel zelf achter hoor. Als ik, uh, uh, ik heb altijd een terminal window openstaan met alle machines. Ik heb ook altijd logging. Dus Elk uur kom ik daar wel een keer voorbij. Uh, ik heb grafiekjes die ik, uh, die ik in de gaten hou. Uh, dus zo kwam ik uh, laatst op een, uh, op een, een gebruiker die uh, van 0 naar 40 meg per seconde deed. Dat ik zei van, hé, hey, wat ben je aan het doen? En twee dagen geen antwoord kreeg, dus heb ik maar even uitgezet. En toen zei hij, hey, hé, mijn VM is uit. Ja, daarom. Uh, abuse valt gelukkig ook heel erg mee. Ik merk toch wel dat de, de mensen die OpenBSD gebruiken minder uh, scriptkiddy zijn... Uh, minder DDoS-kabouter, dus er is maar heel weinig abuse. Uh, de enige abuse die ik recentelijk heb gehad was van uh, Microsoft dat er ergens een of ander rapportje iets aan delen was. Maar ja, als ik dan geen antwoord van je krijg, dan gaat je VM uit. Simpel. Heel kort hier op over availability. Ja? Uh, wat als jij in één keer op de IC komt te liggen? Dus uh... nou ja, er staat een hele dikke vette disclaimer: op het moment dat je boekt. Uh, uh, volgens mij staat die nog. Waarin staat van, hé hey, het is uh, best effort. Ga ik hem zoeken ook. Verder, verder hier. Kijk, ik heb een hele mooie disclaimer met uh, 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 things break. Het is nog in, in development. Uh, nu moet ik wel zeggen, het is echt wel stabiel, maar dat dat kan, dat kan. Ik heb wel al uh, uh, uitgeprinte passwords uh, in de in safe, uh, uh, mensen die soort of van weten, maar ja, dat heeft impact, absoluut. Nee, dat ook nog, <lacht> absoluut, absoluut. <lacht> nee, maar dat uh, absoluut, dat kan. En dan neemt uh, Hans het gewoon over. Aha, ja. Tuurlijk. Ja. Ik heb een cadeautje voor. Nee, nou, dank je wel. Een stroopwafels. Uit stroopwafels. Ja. Top, dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Graag gedaan. Uh, yeah.